Het feest is ondertussen begonnen. Wie anders dan Erik Gerrits mag de eerste fles champagne ontkurken. Dit is wat zich afspeelt in de catacombe van Sclessin. Sclessin, waar Erik Gerrits als speler helemaal groot is geworden. De grote periode van Standaard meegemaakt. Hier kampioen gespeeld. Hier ook Europees successen geboekt. Tot hij dan uiteindelijk naar AC Milan vertrok. Erik Gerrits hier op Sclessin mogen feesten. Het moet schitterend zijn. En Frankie, ja, Lierse, een schitterende kampioen, een verdiende kampioen. Ja, ik denk het wel. Ze hebben op verschillende momenten getoond wat ze waard waren. We hebben eigenlijk een goede ploeg, hebben goed voetbal gebracht. Hebben natuurlijk ook op bepaalde momenten het bijna weggegeven. Maar ik denk dat dat logisch is en dat ze eigenlijk wat het geheel betreft, dus zowel collectief als individueel, als team heel goed hebben gepresteerd. En dat ze dan ook deze titel serieus verdienen. Ja, en in hun beste wedstrijden waren ze veruit de beste ploeg van het land dit seizoen. Ja, ik denk dat zij natuurlijk ook een beetje geprofiteerd hebben natuurlijk van het feit dat Anderlecht en Club Brugge ondermaats bleven. Maar dat neemt niets af aan hun verdiensten, want zij hebben talent individueel. Zij hebben collectief iets kunnen smeden en ze hebben ook de mentaliteit gehad om uit de moeilijke momenten uit te geraken. Ja, ik moet jou even onderbreken. We komen dadelijk terug, want we gaan nu naar Guy Polspoel. Hij heeft Erik Gerrits bij zich. Ja, ergens toch waar er niet gedrumd wordt bij Erik Gerrits. Erik, wat voel jij nu? Ja, emoties. Ik vind het schitterend. Meer kan ik op dit moment niet zeggen, sorry. Ja, ook tijdens de wedstrijd had je bij het tweede doelpunt zag ik dat je last had met je emoties. Hè? Dat je toen wist eigenlijk de bal is gebruikt. Na die derde goal wist ik dat we kampioen van België waren, ja. En ik denk dat wij dit verdienen. Dus we gaan nog even leuk feesten, goed uitrusten. En dan hoop ik dat ik mag zeggen dat de eerste volgend jaar tweede wordt achter Club Brugge. Ja, en de laatste tientallen jaren is het denk ik een kampioen nooit zo echt gegund zoals Lierse. Jullie hadden niet alleen de sympathie van de mensen, maar ook de waardering voor de inhoud van jullie spel. Ja, van iedereen, van de specialisten, van de mensen in de straat. Eigenlijk van iedereen. En dat is eigenlijk het mooiste geschenk dat je kan krijgen. Dat is als de man in de straat zegt dat je de titel verdient. Nu toch niet een beetje spijt dat je dit werk niet verder kan zetten volgend jaar in de Champions League eventueel? Je moet altijd achter je beslissing staan, dat doe ik nu ook. Oké, bedankt en gefeliciteerd. Erik! Zo kan Erik Gerrits verder feesten, terwijl wij hier stilaan afscheid gaan nemen van Frankie Verkouter. Ja, Frankie, mineur voor jou vandaag. KV ja, het is natuurlijk een feestje, het zou misschien beter zijn dan hetgeen nu op KV Mechelen gebeurt. Maar ja, ik denk dat je vanavond, zoals Erik zegt, de ontgoocheling nog kan verteren. En dan vanaf morgen moet je opnieuw beginnen. Want als je bij de pakken blijft zitten, dan wordt het alleen maar erger. Dus het zal aanpassen zijn, het zal werken zijn. Maar ja, KV zal moeten reageren. Ja, onze deelneming in elk geval. En we bedanken jou van harte voor het mee-commentaar geven dit seizoen. Kijkers, bedankt voor het kijken. En terug naar Bart. Intussen is bij mij Simon Tahamata weer opgedoken. Waar zat je, Simon? Ik zat vast tussen al die mensen. Dus je kon niet, ik kon niet bewegen. Ja, Lierse kampioen, de verdiende terecht, kampioen, hè? Terecht. Terechte kampioen. Ja. Beste voetbal gespeeld. Beste voetbal gespeeld, denk ik ook wel, ja. Ja. En Erik Gerrits, die ga je straks feliciteren. Ga je ook naar Lier? Nee. Ik ga niet mee naar Lier. Nee. Erik zei net tegen mij van nou, het zal toch uren duren voordat we hier uit kunnen gaan. Dus. Hierna is er nog. En ga je straks je echt goede vriendjes daar een beetje opvangen na die nederlaag? Opvangen. Jongen, man. Ik ben geen klein kind meer. Hè. Nee, kijk, het zijn toch een spel dat je het moet doen. Ja, natuurlijk. Het is zo. Maar ik bedoel het ook een beetje cynisch natuurlijk, want volgend jaar speelt hij wel in de Champions League. Hij blij. Natuurlijk. Ja. Goed. Het is niet anders, het is nou eenmaal zo'n los van een trein. De ene gaat er weg, de andere gaat. Ja. Jij blijft bij Standaard? Ik blijf hier bij Standaard. Ja. Al met Atomos gesproken? Jawel. En? Ja, ik heb gezegd tegen mij, goed, er zal toch een spelers om te kopen, want ik heb het weer vandaag weer gezien. Maar hij heeft er al een pakje gekocht, hè? Ja, maar toch mis toch nog een heel pak, hoor. Ja? Wat is Standaard nodig? We staan volgend jaar 100 jaar. Ja. Nou, dan willen ze kampioen spelen. Nou, met het materiaal die we nu hebben. Moeilijk jaar tegemoet denken vooruit. Ja. Nee. Nee, maar ik ben gewoon zo. Het zal
Hij zal nog een spitsje moeten kopen en een goede spel maken. Ja, maar spits ja, hebben ze toch wel. Ja, je hebt een pencil gekocht, maar ja, als je geen bal van achteruit kan geven. Ja. Maar je hebt Huismans toch ook, Cefilio. Ja, ze zijn allemaal 1,60 meter. Ja, ja. Wat zeg je? Ze zijn allemaal 1,60 meter. Ja. Ja. Hoe dat jij zo groot was. Ja, maar ja, groot kun je nagaan. Ja. Maar ik ken er van 1,60 meter die goed konden voetballen. Jawel, maar ben je geen oorlog mee. Hè? Als je vandaag ziet, Bob, als je Bob in je elftal hebt, elke lange bal is voor hem. Ja. Ja. Toch een beetje werk van maken. Ja. Minpuntje vandaag misschien, die supporters van Standaard die op het veld liepen? Ja, dat is weer, dat is weer iets. Hè. Dat is weer, ja, misschien ook weer teleurgesteld in het hele seizoen. Ja. Dat houdt toch niet tegen. Maar die van Liersen, die bleven gedisciplineerd in hun vakken. Ja. Dat was mooi. Maar ja. Je hebt ook weinig last gehoord van de supporters van Liersen. Nee, die waren schitterend echt. Hè? Dus ja. Ik denk ook dat ze, treft met alles eigenlijk ook heel hier kan trots zijn op de club en op de mensen. En ook op Stanley Menzo, dames en heren. Want die staat bij Gipolspoel, als ik het goed heb. Ja, Stanley, gefeliciteerd. Wat maakt het uit voor iemand die alles al meegemaakt heeft met Ajax, met PSV en dan met het kleine Lierse kampioen van het kleine België wordt? Dat is het juist. De kleine dingen die zijn, kunnen ook zo mooi zijn. En dit is, dat had niemand verwacht. En je komt hier om Europees voetbal te spelen en dan wordt de kampioen van België. Na 3 jaar sukkelen, na 3 jaar een beetje. Het is ook een beetje een mooie overwinning voor jou, omdat je van heel, heel ver terugkwam, hè? Ja, zeker. Dat is het juist. Dat is, ik was, een jaar geleden was ik op sterven aan dood, bij wijze van spreken. En nu leef ik weer. Nu ben ik kampioen van België met Liersen. Ja, wat wil een mens zich meer... wat wil een mens eigenlijk meer? Het is fantastisch. Van het niks, van heel ver, hier terugkomen. Dit is fantastisch. Waar ligt het geheim van dit succes? Dat vertellen we niet. Maar ik denk, je hebt het wel gezien. Het hele jaar door, de saamhorigheid, de eenheid, de kwaliteiten, alles, trainer, alles bij elkaar heeft gebracht tot dit succes. Al die kleine dingetjes heeft gebracht tot dit succes. En Stanley Menzo, gelezen dat Erik Gerrits ooit met jou als adjunct wil werken? Of is adjunct niet genoeg? Nee, maar dat heb ik zelf, ja inderdaad, ja, ik heb het gehoord en ik heb het, het streelt me en het vereert me. En ik denk dat we qua onze emoties en qua onze beleving dat we heel goed bij elkaar zullen passen. En ik sta er open voor en ik doe het zeker. Je gaat hem missen bij Bordeaux. Zeker, zeker. Maar ik zoek hem nog wel op. Oké, bedankt en gefeliciteerd. Het was Stanley Menzo bij Gipolspoel. We gaan er hier stilaan een punt achter zetten, dames en heren. Maar eerst gaan we nog eens kijken naar de eindstand van deze competitie 96-97. De kampioen is dus Liersen, Club Brugge tweede, Moeskroen derde, Anderlecht vierde. Die 4 ploegen spelen al zeker Europees. Als Anderlecht ook de bekerfinale wint van Germinal Ekere, dan speelt ook Lommel volgend jaar Europees. En dan onderaan 2 degradanten, dat zijn KV Mechelen en Cercle Brugge. Dan moet ik nog 1 ding hier met onze gasten afspreken. Dat is dat niemand de pronostiek heeft gewonnen. Enfin, afspreken, ik mag dit meenemen, dat is voor volgend seizoen. In elk geval bedankt voor jullie komst naar de studio. Simon, ik hoop dat je jou een beetje geamuseerd hebt vandaag. Jawel, tuurlijk. Ja, veel succes. Het is altijd mooi om een kampioenschap mee te maken. Ja, ja. En volgend jaar veel succes met Standaard en met Aad de Mos. Eddy, wat moet ik jou nog wensen? De bekerfinale met Germinal? Als dat zou kunnen, het zou leuk zijn. De ene ploeg wordt kampioen en de andere die wint de beker. Je zal voor minder tevreden zijn. Oké, nog eens bedankt voor jullie komst naar de studio. En u thuis bent uiteraard ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending. En tot volgend seizoen, begin augustus, dan zijn we er weer. Dag. Supporters weten waarom.